Olympische medaillewinnaars. Niet minder elegant, alhoewel, is de competitie in het schoonspringen in het Aquatic Center van Sydney. Vandaag stond bij de mannen de competitie van op de 3 meter plank geprogrammeerd. Een verslag van Frederik Bruinings en Carlo Wendels. De kenners tippen de Mexicaan Fernando Platas als een van de kanshebbers op de medaille. Platas staat in de finale doorlopend op een derde stek en is dus bijna zeker van brons. Hij kan Mexico voor het eerst sinds 1946 een medaille bezorgen in het schoonspringen. De jury beloont hem voor deze knappe eindsprong. Voorlopig goed voor de eerste plaats, maar er komen nog twee kanshebbers en niet van de minste. Jesus Dimitri Saoutin is de huidige wereldkampioen in het schoonspringen van de 3 meter plank. Tot de zesde en laatste sprong van de finale staat hij aan de leiding. Maar de Rus faalt en de beoordeling ligt er niet om. Saoutin zakt naar de tweede plaats en grijpt naast zijn tweede gouden plak in Sydney. Saoutin was al Olympisch kampioen in het 10 meter synchroon springen. Het goud gaat dus naar de Mexicaan Platas of deze Chinese topfavoriet Xiong Ni. Hij nam zijn tijd, maar Xiong Ni voert zijn 3,5 salto perfect uit en weet dat de gouden medaille binnen is. De Chinees Ni verlengt zijn Olympische titel in het schoonspringen van de 3 meter plank en is door het dolle heen. De Mexicaan Fernando Platas eindigt op slechts 0,3 van een punt en krijgt zilver. De Rus Dimitri Saoutin moet tevreden zijn met brons. Een bruske overgang naar het ruwere werk, de halters en de